verser dan de eieren van mijn ouders kan ik ze nergens krijgen. Dus ik haal altijd heel graag lekker verse eitjes uit het kippenhok van mijn ouders. Mijn broertje Pieter die gaat mij er al even mee helpen, want ik vind het toch altijd een beetje spannend dat kippenhok ingaan. Kom je kijken of er nieuwe eieren liggen? Kijk. En nog één. Oh, ze zijn nog lekker warm zelfs. Kijk eens wat een prachtige oogst. Op deze eieren staat geen THT-datum, zoals dat wel staat op de eieren uit de supermarkt. En dat betekent dus dat ik niet kan weten of ze nog goed zijn als ik ze lang laat liggen. En dat geldt natuurlijk ook voor de THT-datum, want dat is uiteindelijk maar een richtlijn. Hoe kom ik erachter of zo'n eitje nog wel goed is? Want ruiken, proeven of zien door de schil heen, dat gaat niet. Dat ga ik voor jullie uitzoeken. Yes. Nou, ik heb hier de eieren, de vier die we net uit het hok hebben gehaald. Daar weten we sowieso zeker van dat die vers zijn natuurlijk. En ik heb er hier eentje die ik een tijdje bewaard heb. En daarvan weet ik het niet zeker. En dat gaan we nu testen. Dat kan namelijk door het vullen van een glaasje water. Het verse ei. En als die naar de bodem zakt en blijft liggen, dan is die vers. En dit is dus het ei dat ik zeker een maand heb bewaard. En de kans is groot dat die niet meer goed is. We gaan het zien. Nou, dat is duidelijk. Die is niet meer goed. Helaas. Wat ik heb begrepen is dat, dat in een ei zit altijd een heel klein beetje zuurstof. En op het moment dat het ei gaat rotten, zet die zuurstof uit. En komt er dus meer lucht in het ei, waardoor die dus op het oppervlak blijft drijven. Zo kunnen we dus concluderen dat het ei helaas niet meer goed is.